heb hier de heer Loef bij mij zitten van Briquet. Vertel ons eens, u staat hier op de miljonairsfair met een reden, hè? Wel, de reden is eenvoudig. Miljonair, het woord moet je even nemen in tweede graad. Waarom? Omdat uiteindelijk mensen zoeken naar mooie producten. Iets heel mooi, betoverend, passioneel. En dat biedt deze beurs. Ja, en ook uw product natuurlijk. Het product behoort perfect in dit kader. Ja, het is een bedrijf, een groot bedrijf. Ja. Wij zijn in feite lid van een conglomeraat, de Swatch Groep, met 17 merken. En de parel aan de kroon in de haute gamme, manufactuur is Breguet. En hoe lang bestaan jullie al? De Swatch Groep bestaat in zijn nieuwe vorm 27 jaar. Maar Breguet meer dan 200 jaar. Het is een van de oudste merken ter wereld. Ja. Ik heb hier daar straks al een paar paradepaardjes van Breguet gezien. Maar één steekt wel mijn ogen uit. Hè? Wel, twee woorden om misschien even de contouren te schetsen. Mechanisch uurwerken. Automatiek, handopwinding, diesel of benzine, een keuze is een basisprincipe. En dan hebben we in de haute gamme manufactuur 19 kleine complicaties en 6 grote complicaties. Dat houdt in dat de kleine complicaties beantwoorden aan een oplossing voor een tijdsprobleem zoveel jaar terug. En wij maken replica's, zo getrouw mogelijk, van toen zakhorloges in de vorm van een polshorloge. En die complicaties zitten in het polshorloge. Ja. Daar staat een horloge gemonteerd die toch wel heel speciaal is. Wel, ik denk alle Breguets zijn speciaal. Ze zijn handmade, wijzerplaat, massief goud, geguillocheerd met de hand, gegraveerd. Signatuur van Breguet zoals hij het deed, meer dan 200 jaar terug. En wat hebben we vandaag? Naast een aantal tourbillons, een zevental. Exceptioneel dat we 7 tourbillons kunnen tonen, een meesterwerk in de tijd. En we hebben hier vandaag een horloge met 2 grote complicaties. Even gedurende de kalender, de schrikkeljaren hervormd in de 13e eeuw, aangepast door Breguet in de vorm van een horloge die de schrikkeljaren met wieltjes aanduidt. Grote complicatie. En daarnaast, hetzelfde horloge biedt de kans aan de bezitter om de tijd te tellen sonoor. Dat houdt in dat minuten, kwartieren, uren aangegeven worden met klank. Waarom? Tijd van Versailles, tijd Breguet, Lodewijk de 16e Napoleon. Het tijdsbeeld was totaal verschillend. Bovenop het tijdsbeeld, 30% van de mensen waren ziek, waren doof, waren blind. En de grote meesters zoals Breguet hebben toen geprobeerd en gelukt om zaken te maken waar men kon voelen hoe laat het was, waar men kon horen hoe laat het was. En dat slagwerk, dat Belfort Carillon, zit in het horloge. Hetzelfde kleine doosje. Bedankt voor het interview. Dankjewel.